Hoi allen, ik ben Tim en in deze video hebben we een paar nieuwe, interessante Wie is de Mol hints over aflevering 5. We bespreken onder andere hele interessante gemiste hints en aanwijzingen, Follow the Money en de biechttijden, en we gaan dieper in op de tekst van het molgeld. We beginnen deze video met een paar korte gemiste hints uit aflevering 5. Allereerst beschrijft Jurre zichzelf aan Daniel en Ranomi. Er staat namelijk op het aantekeningenbord van Daniel en Ranomi geel S, wat waarschijnlijk geel shirt betekent, en witte broek. Echter, als we verder kijken, heeft geen enkele kerkganger dit aan, behalve Jurre zelf. Heeft Jurre zichzelf omschreven als mol. Horen jullie mij, hallo? Zichzelf geportretteerd. Dan het woordje underground. Op Anke haar portret. De mol zit natuurlijk ondergronds en Anke dus ook. Misschien als mol zijnde. Ook is elk moment met de portofoons in de afgelopen afleveringen erg verdacht. Ze vallen namelijk allemaal uit als het te maken heeft met Daniel. En zoals we weten is Daniel een hacker, dus die kan zo heel makkelijk al die portofoons uit hebben gezet. Deze en... Er zit iemand de hele tijd op die knop van die portofoon te drukken. Ze hebben er allebei twee. Horen jullie mij? Hallo? Jullie? Wat? Het is in ieder geval heel erg verdacht van Daniel. Dan nog drie dingen uit voorgaande afleveringen. Allereerst de aflevering Spelbreker met het ijsbreken. Jurre breekt het spel door geen pikawiel te gebruiken om het ijs te breken. Maar hij gebruikt in plaats van het pikawiel zijn eigen handen. En dat is een shot die kwam even voorbij toen ik aan het editen was. En toen dacht ik, hey, dit kan best ook nog wel slaan op spelbreken. En Anke lacht wel heel erg gek tijdens de opdracht met het doolhof. Als Jurre in de val zit, lacht Anke zich zelfs helemaal kapot. Een hele erge gekke reactie zit vol in de montage. En de rest van de kandidaten kijken juist heel erg verbaasd en heel erg vol ongeloof van, goh, dat kan niet. En dan als laatste zegt Jurre, iets is beter als niets. Hij probeert hiermee dus af te dwingen dat Nabil moet stoppen met pakbonnen vinden, zodat hij de pakbonnen kan wegstoppen of weglaat gaan door zelf af te gaan. Abonneer snel om op de hoogte te blijven van alle Wie is de Mol, hints en theorieën video's. Dan gaan we even Follow the Money erbij halen. Dit schema is natuurlijk gemaakt door de thermometer op Instagram. En hierin valt op dat Jurre tot nu toe in de min staat met het verdienen van geld. Hij heeft namelijk tot nu toe in alle afleveringen samen min 943 euro en 6 cent verdiend. En dat is dus heel erg nadelig voor de groepspot. Ook Anke draagt hier natuurlijk aan bij. Zij heeft natuurlijk ook een joker gekozen. Zij staat nu op min 68 euro en 6 cent. En dan tot slot mijn potentieel andere molletje is namelijk Daniel. En die verdient het meest van iedereen tot dusver. Namelijk in totaal 1681 euro en 94 cent. De andere kandidaten zitten er iets tussenin. Nog iets opvallends. Het valt namelijk op dat de code op de jurk die Anke in een bak moest doen erg gek is. Als we de code 745 lezen, dan kan je de cijfers 4 en 5 omzetten tot letters. En je komt dan op de letter D en de letter E. Je zou de code dus dan kunnen lezen als zevende. En Anke is natuurlijk de zevende hoofdredacteur van het modetijdschrift L. Dan even de biechttijden van de kandidaten. Wederom natuurlijk door WDM-2023 op Instagram. Jurre heeft 106 seconden. Nabil 36 seconden, Soy 83 seconden, Ranomi 45 seconden, Daniel 75 seconden en Anke 127 seconden. Jurre heeft deze aflevering veel meer biechttijd dan vorige week. Vorige week had hij namelijk maar 45 seconden. En het valt op dat iedereen eigenlijk een beetje iets minder biechttijd heeft dan aflevering 4. En aangezien we natuurlijk geen afvaller hebben deze aflevering, is er nog niet heel veel uit te halen. Dan nog even over het molgeld met de Afrikaanse tekst erop. Ik kreeg heel veel reacties, waaronder van Maarten. Hij zegt namelijk dat de tekst op het molgeld kan slaan op Soy. Er staat namelijk op het molgeld iets wat te maken lijkt te hebben met foto's of een fotowedstrijd. En Soy heeft natuurlijk meegedaan aan het perfecte plaatje. En dat is natuurlijk een fotowedstrijd. Verder zegt Simon dat de tekst die over het doden van geschiedenis gaat kan wijzen naar een afvaller die misschien nog een keer gaat terugkomen. Een goede speculatie. Ook kan het volgens Game Bram op Jurre, Daniel of Soy slaan, omdat zij foto's maakten in de opdracht met de muurschilderingen. Daarnaast zegt Thomas nog dat ik een neus heb. Ja,
Okay. En Marcus blijft erbij dat Nabil de mol is. Bedankt voor jullie comments van vorige week. Ik vind het heel leuk om ze natuurlijk allemaal te lezen. En ik lees ook alles. Dan gaan we nog heel even terugkijken naar het volgende keerstukje. We horen dat de kandidaten een roadtrip gaan maken en ondertussen opdrachten moeten uit gaan voeren voor de pot. En wat mij opvalt is dat de test maar 15 vragen heeft. Het kan zo zijn dat ze eerst 15 vragen moeten maken over aflevering 4. En dat dan de laatste 5 vragen gaan over de roadtrip die ze gedaan hebben. En waaronder natuurlijk de vraag wie is de mol. Dat betekent dus dat je nog 4 vragen over hebt over de roadtrip. En dan denk ik dat de eliminatie aan het einde van de aflevering plaatsvindt. Dus ik denk dat de productie hier een aflevering eigenlijk een stuk groter maakt. Eigenlijk één aflevering duurt zeg maar 2 afleveringen lang. Ik denk dat ze dat een beetje gaan proberen om te kijken of dat iets een andere manier is in plaats van 11 kandidaten die meedoen aan Wie is de Mol. Dan even als allerlaatst om deze video weer af te sluiten. Op wie zet ik mijn punten is dan de vraag. Dat vind ik heel erg lastig. Ik zit heel erg tussen Jurre en Daniel. Maar Anke begint een beetje op de 3e plek te komen. Dus op wie zet je nou je punten? Ja. Ik vind het lastig. Mijn gevoel blijft Daniel zeggen. Puur omdat ik daar vanaf het begin ook al op zat met mijn punten. Maar Daniel is bij mij echt flink naar beneden gezakt door vorige aflevering. Toen hij namelijk geld pakte. En niet zo'n beetje geld ook. Daarmee verdient hij nu uiteindelijk het meest van iedereen. En dan komt Jurre wel weer op mijn plaats. Alleen aan de andere kant is Jurre natuurlijk ook juist heel erg verdacht gemaakt door de productie in beeld. Doordat hij ook heel veel biechttijd had, meer dan vorige week. En daardoor heeft hij Soy ingehaald. Dus dan zit je ook alweer te denken aan Soy als potentieel mol. Dus eigenlijk kan iedereen op dit moment zijn, behalve Nabil. Ik streep zelf Nabil af als mol. Soy ook wel een beetje, maar hij kan nog steeds wel heel goed zijn. Maar op wie zet je nou je punten, Tim? Ik zet mijn punten denk ik in op... Ja. Ik blijf mijn punten toch zetten op Daniel. Bedankt weer voor het kijken naar deze video natuurlijk. Abonneer snel mocht je dit nog niet gedaan hebben. Om natuurlijk op de hoogte te blijven van alle wekelijkse Wie is de Mol video's. En laat in de reacties weten wat je van deze theorieën vindt. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters.